Hallo mensen, leuk te kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames. Het is vandaag zaterdag. Maar dat maakt voor jullie verder niet heel veel uit, want dit zal waarschijnlijk niet op dezelfde dag geüpload worden als, als ik het maak. Maar oké, okay. Maakt niet uit. Laten we lekker beginnen met Skywars. Ik zei minigames. Minigames, hier dus. Ik heb een klein beetje lag, heb ik het idee. En... oh nee, toch niet. Ik had trouwens gisteren had ik echt last van mijn muis die van mijn muis die niet reageerde. Wat was er nou gebeurd? Ik zal even... jullie kunnen het niet zien, maar in mijn muis zit een... je hebt natuurlijk een... ik heb jullie weten welke muis ik heb en jullie hebben nog een bok misschien. De Mad Catz Red 9. Maar bij de laser aan de onderkant was dus een heel klein stukje van bescherming is afgebroken van mijn muis. Ik weet niet waardoor of hoe het komt, want ik ben... ik kan best heel makkelijk... Ik kan eerlijk zeggen dat ik een soort van... Dat ik mijn apparatuur, dat ik zo maar noemen, als een soort van goud gebruik. Ik heb een iPad, er zit geen crash op. Ik heb een iPhone, er zit geen crash op. Ja, oké, er zitten wel crashes op, maar dat is mijn vader. Dat is mijn oude telefoon, omdat het mijn vaders oude telefoon is. Ik heb een laptop. Er zit alleen 2-3 crash op aan de achterkant. Maar dat was al in de winkel zo. En daardoor kreeg ik korting. Op mijn extra scherm zit een klein crashje. Maar niet van mij. Gewoon van een marktplaats gehaald. Dat was daardoor wat goedkoper. Dus weet je. Daar kan ik niks. Er zitten wel kras op mijn spullen. Alleen ze zijn niet door mij gemaakt. Maar mijn spullen. Die ik vanaf het begin heb. Hebben nooit krasjes. En daarom kon ik niet begrijpen. Dat er iets stuk was aan mijn muis. Dat kon ik niet begrijpen. Maar het is wel zo. En toen bedacht ik me opeens. Dat ik een tijdje geleden. Huh? What the fuck? Why? Vaag. Oké, maar dat ik niet kon begrijpen dat mijn muis stuk was. Dat kon ik niet begrijpen. Sorry trouwens hiervoor. Daar ga ik niks aan doen. Dus dat vond ik best wel raar. En dit moet ik ook niet hebben. Oh. / lobby. / spawn. Leave dan. / lobby. Hier dan. Dat moet helemaal niet. Oh. Wat schrijf ik allemaal? Lobby. Oh, nu wel, hè? Maar oké. Laten we gewoon verder gaan. Dat was weer een paar minuten die ik niet opnieuw kan doen. Jee, maar zoals ik al zei, mijn muis was dus een beetje beschadigd en ik wist niet waardoor het kwam. Ze reageerden steeds een beetje slechter. En daar baalde ik echt heel erg van trouwens. Laat ik even kijken waar de meeste mensen in zitten. 54, 50, 56, 63. Gaan we daar joinen? Dan zitten dan de meeste mensen, dat is handig. Maar ja, ik vond het echt helemaal, ik vond het vaak heel erg raar dat het dus... dat er de schermen crash op zaten. En hij begon steeds slechter te reageren. En uiteindelijk reageerde die amper. Dus dan bewoog ik. En dan bleef hij alleen maar zo staan. En dan kon ik zo bewegen dat ik wou. Maar hij bleef alleen maar staan. Wat heb ik toen gedaan? Dat heb ik op internet opgezocht. Of dat een probleem was wat vaker voorkwam. Het was een probleem wat niet vaak voorkwam. Maar het kwam wel eens voor. Toen heb ik er iets van een bestandje voor gedaan. Toen heb ik iets moeten veranderen. Waarvan ik niet snap. Maar ik heb het op YouTube gezien hoe het moest. Alleen... dat heb ik gewoon maar gedaan en nu is het dus, zoals je ziet, opgelost. Ik heb er niks van begrepen. Maar het werkte wel. Maar ik heb er niks van begrepen. Oh, kijk, ik heb het eerste blokje. Ik kon er niks van begrijpen wat nou de logica erachter was. Maar het was opgelost. Ah, fuck jou, hè. Oh. Hoppa. Hop. Oké. Okay. Pak dat blokje rot niet. Pak dat duimblok. Ja. I know, weet je. Zo. Maar dat vond ik best wel raar. Maar ik heb het gelukkig opgelost. En daar ben ik heel blij mee. Laat dat even duidelijk zijn. Ik er heel blij mee ben. Oh ja, ik ga goed. Kijk, mis goed gaan. Sneltrein vaart hier, oh. Sick. Kijk, dit gaat op die manier. Gaat het lekker. Oh, nee, wat deed ik? Bam. Iets van mij.
Hoppa. Kijk, nog eentje. Ik heb er ondertussen al 8. What the fuck? Maar ik was echt helemaal van mijn propo, laat ik het zo maar zeggen. En had ik hem? Ik had hem, oké, top. Ik ga gewoon niet dik winnen, sowieso. Ik wil wel eens een spookje winnen. Volgens mij heb ik ondertussen bijna alle upgrades die je maar hebt, die je maar kan hebben. Ah! Bijna! Ga gewoon hier naar boven. En dan kan ik mijn ding zo pakken. Bam! Gewonnen! Zo, kijk eens, dat doe ik dat. Die andere gasten hadden nog maar 2. De hoogste gast had er nog maar 2. Oh, dan was ik gewoon te overpowered voor die mensen. Maar oké, dat maakt niet uit. Haha. Hoe moet je die chat zien? Rot niet een punt, rot niet een punt, rot niet een punt. Haha. Zo. Nou, dat is mooi, dat is mooi. Hartstikke mooi gewonnen vind ik dat. Wauw. Maar zoals jullie zien, ik heb dat al helemaal opgelost. Waar we lachen ook nog een klein... Waar het ook nog een heel klein beetje aan lag. Dus waar het helemaal... Het lag er eigenlijk niet meer aan. Maar waar het een heel klein beetje aan lag. Was... hoe heet het? Ja, mijn muis heeft een ontvangertje. En daar zit een USB aan. Dat is vanaf USB. En die was er een heel klein beetje uit. Maar daar lag het heel klein beetje aan. En het was gewoon een beetje beschadigd. En er was misschien iets fout gaan in mijn muis. Maar ik heb het opgelost, weet je. Dus ik ben helemaal blij. En ik hoor jullie nu denken van, ik heb vorige aflevering heb ik gezegd, of bij een paar afleveringen geleden, bij of bij Skywars of bij minigames, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Dat doe ik op dezelfde server, dus het is een beetje verwarrend. Dat ik met kijkers het zou, of met random mensen zou gaan opnemen. Dat ga ik ook wel doen, alleen ik kon op het moment even niemand vinden, ik had gewoon zin om het op te nemen. Dus dat heb ik gewoon gedaan. Maar dan maar zonder iemand. Jullie luisteren tenslotte, jullie kijken de video tenslotte, hoop ik, omdat jullie... mijn content leuk vinden. En ik krijg hier opeens een beetje lek. Dat wil ik niet. Oh, nee. Oeh. Toppie. Oh, gewonnen. Heerlijk. Oh, mijn oor kriebelt een beetje. Sorry. Zo. Ik heb een lekker bakje met watermeloen naast me staan. Omdat dat gewoon kan. En kijk, ik heb nog steeds geen... Ik heb misschien een... Krijg ik nu een klein beetje lek? Dat meen je niet, hè? Nee, toch niet. Hoe heet het? Ik heb een klein bakje met dingetjes met water naast me staan, dus. En het is echt fucking lekker. Laat dat even duidelijk zijn. Geloof me, watermeloen is echt lekker. En mijn oor kriebelt toch steeds een beetje. Wacht even. Hebben jullie een minuutje? Wacht even. Oké, top. Ja, mijn oor kriebelt echt heel erg. Dat is heel vervelend. Want die manier kan ik natuurlijk niet winnen met de grill bij me, hoor. Ja, moet je nagaan. Maar moet je nagaan hoe erg kijken jullie eigenlijk een soort van bedrieg. Want mannen poppetjes hebben niet eens oren. Moet je nagaan. Maar oké, jullie snappen wat ik bedoel. Ja. En dat... Oh, we gaan beginnen. Oké, laat ik nu even stoppen met vertellen. Want dit is toch al een minigame waar ik niet al te best in ben. Dus, let's go. Nee, ik werd bijna genaaid. Nee. Oh, nee. Fuck, ik ben helemaal heel goed in deze game. Zie je, gaat het. Zie, als ik ga praten, gaat het helemaal niet goed. En mijn headset zakt af, dat weet ik niet. Hier is geen game te spelen. Hier een game te spelen? Nee, ik wil naar spelers kunnen kijken. Ik bedenk me dat mensen, dat is misschien wel leuk. Wacht. Oh. Oeh, bijna. Ze hebben het echt zo gemaakt alsof het zou moeten kunnen. Vind ik best wel raar eigenlijk als je erover nadenkt. Oh, kijk, toch niet. Oké, kijk. Oh, dit is wel leuk. Oh, dat vind ik leuk. Oh, ja. Dat is cool. Kijk, door deze glitch kan ik gewoon dit zo doen. Dit wordt gewoon dikker, dit wordt gewoon... Ja, dat is cool. Misbruik van de glitch. Dit was misbruik maken van een glitch. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind dit oprecht heel leuk. Hoppa. Stond ik in spleef. In spleef. Oh, even, dit is een mooi stukje voor F5. Wacht, sta ik er een beetje in het midden. Volgens mij sta ik zo ongeveer in het midden. Oké, even kijken. F5. Oh, wacht. Parcours. Kijk, dit vind ik dan leuk. Dit is wel vet. Even kijken. Kijk, dit is wel leuk.
Even kijken, doen we ook nog zo. Even recht gaan staan. Natuurlijk. Oké. Kijk. Dat is toch toppie, maar neem even de tijd om een mooie, hoe heet het? Om een mooie screenshot te maken. Want dit vind ik wel heel mooi. Maar oké, nou laten we... Zo, tijd is over. En... Ja. Ik vond het mooi. Oké, daar zit de Ender Dragon. Vet man. Dat vind ik wel leuk. Even kijken. Ja, dat vind ik wel grappig. Ik vind het echt oprecht grappig. Er stond daar iemand die dacht vast van... Wat de... Oh, hier was ik al geweest. Die... En hier, dit wil ik niet spelen. Dit is een stomme minigame. Ik vind hem gewoon niet leuk. Ja. Diegene zal wel gedacht hebben van... Hacker! Maar oké. Okay. Super grappig. Ik zou daar in principe... Ik zou op zo'n plek... Op zo'n soort bijzondere plekje. Op zo'n bijzondere plek als dat. Zou ik best wel gewoon een intro kunnen maken. Of gewoon, daar iets met de video. Dat zou wel leuk zijn. En nu gebeurt het in de video. Maar je kan er ook iets mee doen voor de video. Gewoon dat plaatje misschien. Voor later. Weet je, dat kan. Dat zou super grappig zijn. Nee. Ik ga vast naar beneden. Zie je? Oh, nee. Nee. Dus ik op de onderste laag en die is fucking klein. Ja, jammer. Je naait mij niet zomaar, hè. Alleen ik ben wel bang dat ik niet ga winnen. Omdat deze laag te klein is om te overleven zo lang. Misschien moet ik toch maar een beetje gaan springen. Zo. Nee! Oké, zo wordt het dus niet. Oké. Kijken. Doen we deze weer. Ik weet dat ik speel misschien maar een paar minigames, maar ze zijn allemaal zo leuk. Weet je wat? Ik ga deze nog één potje doen. En dan ga ik van een potje survival games spelen. Survival games! Ja! Hé, geef me high five, man. Vrouw. Oeh. Nee, sorry. Sorry, ik liep me even gaan. Nee, ik maak gewoon een grapje. Geen zorgen. Hé, man. Ga je me helpen met winnen? Ja! Party! Oh, capslock uit. Hé, ik schreef het in hoofdletters, dus jullie zagen het. Boe. Oké, go. Go! Oh, bijna go. Nee! Oké. Waar zijn die duimenbloks heen? Ja! Nee! Wat deed ik? Oh. Nee! Nou, juist! Nee! Godverdomme. Het werkt niet zo. Ja? Oké. Kijk, daar is er ook weer eentje. Kijk, ze willen me toch wel helpen? Kijk eens hoe ze me willen helpen. Ik heb er al gewoon vier... Ik pak er gewoon vier achter elkaar, heel dichtbij. Ja, nee. Kijk, zie, als ze nou gewoon lang genoeg gaan kloten, komt het echt wel goed, hè? Oh, bijna. Ik had gehoopt dat ik die nog even kon pakken. Nee! Godverdomme. Nee, ik glitchte. Dat is niet cool. Oké. Bam. Bam. Oh, de tuinblok is helemaal aan de andere kant van de map. Dat is niet handig. Zo zit dat hij hem gaat pakken. Oh, ik heb hem. Ha! Fuck jou. Ja, heb eens. Van mij. Ja, weer even springen. Ja, dat is handiger. Die springboost is echt top, oh. Bijna. Even kijken. Waar zijn alle duimenbloks? Oh, nee! Nee! Oh, ik werd eraf geblazen. Bijna goed, weet je. Zo, spring. Nee! Hop. Oké, daar is die. Nee, wat deed ik? Het ging fout. Nee, dat ging niet goed. Deze manier. Zo werkt dit niet. Oké, 9. Nee, gewoon dat er zijn. Nee, gewoon dat er zijn. Nee. Oh. Negen. Ha.
Wow. Oh my god. Bam. Blijf mijn blokje af. Blijf mijn blok af. Godverdomme. Nee. Wat doe ik? Nee, dit gaat helemaal fout zo. Ja. Ja, nee, nee. Oké, okay, zo. Nee, ga weg. Nou ja. Je gaat toch niet meer winnen. Ja, nu wordt het natuurlijk heel erg gestalkt. Als ze niet willen dat ik win. Zo, nu ben ik er niet meer. Oh, toch wel. Best. Nee, nee, nee. Godverdomme. Het irriteert me echt dat mensen mij de hele tijd nadenken. Dat ik wil dat ik zo hoog sta. Ja, nee, nee. Nu ben ik het klaar. Nu ben ik het zat. Zo, gewonnen. Bam. Fuck jullie. Het zijn allemaal vrouwen. Och, en nu vind ik het niet meer gek. Het zijn alleen maar vrouwen waar ik tegen speelde. Ja, dan verlies ik wel, ja. Of dan win ik wel. Dus dan stalk ze me alleen maar. Nou, dan wil ik jullie, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een like te geven, te reageren, te abonneren. En dan zeg ik, gedag.